Dus nu zijn we blij dat eind van dit jaar, Rijkswaterstaat denkt eraan, eind van dit jaar, dus die brug er is. Dat zegt Chris van Malkenhorst van het platform Gerrit Kroolbrug. Begin deze week waren er berichten dat een lage, tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug volgend voorjaar aangelegd zou worden. Die komt dan deels op de plek van de in mei 2021 aangevaren Gerrit Kroolbrug. Van Malkenhorst gaat toch uit van een eerdere aanleg van die brug. Hij ligt er dit jaar nog, hoopt hij. Nou, toen wij hoorden dat er een uitstel kwam, waren we natuurlijk hevig teleurgesteld. En ook natuurlijk onbegrip. Maar we hebben gelijk natuurlijk even nagevraagd van ja, is dat dan ook zo? Want ja, je hoort het van alle kanten. En uiteindelijk hebben we in gesprek met de gemeente en Rijkswaterstaat dus nu gehoord dat Rijkswaterstaat met de gemeente er alles aan doet om die vergunning op tijd binnen te krijgen. En ook op tijd dus te starten met de uitvoering, zodat we eind van het jaar de brug kunnen openstellen. Ja, en daar gaan we ze aan houden. En met de uitvoerder. We hoorden dat de vergunning nog niet is verleend. Blijkbaar wacht de vergunningverlening op aanvullende berekeningen. Nou ja, voor mij is het nog niet duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn. Want ja, we weten niet of de aannemer van Rijkswaterstaat het kan versnellen, het project. En ja, wij gaan er vooralsnog vanuit, ik ga er vanuit dat gewoon volgens afspraak die planning gehaald wordt. Totdat ik het tegendeel hoor. Maar dat lijkt me eigenlijk totaal onwenselijk dat we zo lang blijven wachten. Ik doe mijn boodschappen dus bij hem. Maar ja, af en toe moet je hier wel deze kant op. Dus maar dat vind ik best een hindernis. Dat zie je gewoon tegenaan, laat ik het zo zeggen. Nou, is het plan dus dat die eind van dit jaar hier nu een brug komt die voor iedereen toegankelijk is? Ja, wat? Nou, ze hebben nog vaak wat beloofd. Eind van het jaar. We zijn al in oktober. Dus wat voor brug wordt het dan? Ja, ook met die hellingbanen dus, inderdaad, ja, wat u zei. Nou, ja, als het zo is, dan ben ik daar wel blij om. Tuurlijk. Maar ik moet het eerst zien. Voorlopig eerst nog even zo de brug over. Voorlopig wel, ja. Er zit niks anders op, hè.